Jean-Marie, wat een eer u op de Bosuil te zien. Een eer. Ik ben heel gelukkig dat ik hier vandaag samen met Sam en onze Kenzie hier ben. Ik moet eerlijk zijn, ik heb enorm veel respect voor het Antwerps voetbal. En ik vind het spijtig dat dit er allemaal gebeurt. En er moet eens verandering in komen dat de mensen terug een keer naar de voetbal kunnen gaan kijken. Maar ook, en zeker in eerste klas voetbal natuurlijk. Hè. Maar ik vind het altijd tof om naar hier te komen. Die ambiance, de supporters en allemaal, dat is... Echt wat, het voetbal is nog altijd het sociale. Hè? En het sociale moet je niet vergeten. En dat zie je hier nog veel in het Antwerps voetbal. En we zouden beter, ieder zijn eigen. Oké, Beerschot heeft succes, proficiat, Antwerp ook. Maar niet meer proberen elkaar af te maken, zal ik zeggen. In de zin van, voetbal is een sociale sport. En aan de andere kant, wie lacht het meest met Antwerps voetbal? De andere mensen namelijk. Hè? En niemand heeft er een winst aan. Hè? Dus in feite... We moeten als volwassen mensen leren denken ook, hè, voor de toekomst. Ten slotte, voetbal is een schone sport om naar te komen kijken. Hè. Ik denk dat je genoten hebt vandaag. Hè. Het was een leuke voetbalnamiddag. Ik heb een paar dingen gezien die interessant zijn. Ik moet eerlijk zeggen, Dessel heeft zijn verdedigende taak gedaan omdat zij er willen inblijven. Laatst een ander moment was misschien beter dat de Antwerpen het ietsje vroeger af kon gemaakt hebben. Hè. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, de keeper van Dessel was heel goed. Heeft de nul op het einde gehouden tot op de laatste minuut. Maar er is nog veel gebeuren om niet te dromen voor in eerste klas. Dit voetbal kan niet in eerste klas. Ja, we zien veel misère momenteel bij Antwerpen. Er hangt van alles boven ons hoofd. De supporters die dromen allemaal van Act as One momenteel en zo, de supportersparticipatie. Hebt u er al van gehoord? Wat is uw mening daarover? Goh, je moet altijd de supporters respecteren. Hè. En de mensen bedoelen dat heel goed. Ze willen een ploeg helpen en ze willen dat doen. Maar een bestuur heeft altijd, een club heeft altijd een bestuur en je moet altijd werken. Zij nemen de eindverantwoordelijkheid. Hè. En de supporters die kunnen hun best doen om dat wat ze graag willen allemaal hebben, terug in de eerste klas spelen en weet ik veel. Maar een bestuur is een bestuur en een club is een club. En als zij kunnen de club helpen met bepaalde dingen op vrijwillige basis, en allemaal, dan kan dat goed zijn om elkaar te helpen. Hè? Want tenslotte, men kan niet allemaal baas zijn. Hè? Dus elk heeft zijn bepaalde voorzitter en de mannen van de commerciële dienst, de mannen van de transfers en allemaal. En die moeten allemaal in het voordeel van de club werken, maar niet voor hun eigen zak natuurlijk. Hè. En dat is het probleem dikwijls. Hè. Ja. Maar het blijkt toch, in het buitenland werkt het heel duidelijk op hoog niveau. Het is in alle landen momenteel aanwezig. De omringende landen hebben daar allemaal ervaring mee. België loopt daar een beetje achter. Ik weet niet bij welke ploegen dat het allemaal al gebeurt. Ik weet dat niet. Ik ben er niet op de hoogte van echt. De Bundesliga is behoorlijk vertegenwoordigd. Ja? Dat wist ik niet. Is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. En die mannen hebben allemaal... inspraak op de bestuur. Die hebben inderdaad 51% van de aandelen in veel gevallen, ja. Allee, hebben ze veel geld binnengebracht, of wat? Ik weet het niet, ik kan er niet over meespreken. Ik heb in ieder geval, het is niet alleen dit te willen hebben. Ik denk niet dat ze dat willen, maar je moet ook een beetje geluk hebben. Hè. Als je terug de spelers een beetje gaat terughalen, spelers die niveauwaardig zijn, die niveauwaardig zijn voor de eerste klas te gaan spelen, En niet meer in een brengen en dan nog weer eens in een brengen, zet hem maar op en kost te veel. Dat lukt niet. En dat mag niet. Je moet ook een visie hebben en je moet ook weten dat naar de media te spelen allemaal. Maar niet iedereen mag zijn eigen mengen. Voor mij mag vindt u dan dat dit bestuur een visie heeft? Ik spreek me niet over de mensen uit. Ik denk dat ieder mens probeert zijn best te doen. En waar ze komen en waar ze nu staan. Ik kan me er niet over uitspreken. Ik ben naar de match komen kijken hier. En ik vind het heel spijtig. Niet alleen voor de Antwerpen, maar voor algemeen de supporters en de medemensen die hier aan me werken. Om de toekomst van een club. Ik heb daar heel veel respect voor. Maar ik zeg nogmaals, je kunt tikkels maar... Ja. Ze hebben wel wat problemen, want die mensen al misschien opgelost hebben, wat er nog gaan komen, ik weet het allemaal niet. Ik heb daar geen zicht op, ik weet er niks van. Ik ben hier alleen vandaag als toeschouwer, maar ik kan alleen maar zeggen, deze ploeg en Beerschot, of ik zou maar zeggen, als deze ploeg terug in eerste klas speelt, dat is waar ze thuis horen natuurlijk. En ik hoop, ze hopen er allemaal al 10 jaar op, maar dan moet er wel serieus gewerkt worden aan aankopen en voetbal is... Het is niet simpel niet meer, hè?